Goedemorgen allemaal. Het is maandag. En het is dag 3 na de kapper. En ik heb het nog niet gewassen. Dat ga ik morgen doen. Maar daardoor heb ik nu nog wel zo'n hele mooie donkerbruine rand om mijn gezicht heen. I love it. Ik denk dat ik het gewoon ga bijtekenen. Nee. Morgen ga ik het wassen, dus hopelijk is dat dan iets minder. Maar alsnog ben ik super blij met deze kleur. Ik ben thuis aan het werk. Het is maandag, had ik dat al gezegd. En het is een spannende dag vandaag, want om 2 uur hebben wij een afspraak. Sorry. Om 2 uur hebben wij een afspraak bij de notaris in Amsterdam. Omdat ons huis vandaag wordt opgeleverd aan de nieuwe kopers. Dus ik heb ons huis nooit in de vlog laten zien. Maar ik zal tijdens het editen hier wel wat fotootjes plaatsen. Het is dus nog helemaal kaal. En we wilden het gaan verkopen omdat we toch graag in Utrecht willen blijven. En we hebben dus super snel kopers gevonden. En vandaag is de oplevering of overdracht. Ik weet niet hoe je het officieel noemt. Maar dat is dus wel fijn dat we er dan van af zijn. En wat nog veel fijner is, is dat we dan ook van de dubbele last af zijn. Want we hebben natuurlijk dit huurhuisje. En we zijn al, volgens mij al 2 jaar ook hypotheek aan het betalen voor dat huis. Dus dan hebben we straks weer wat meer geld over. En dat is natuurlijk heel fijn. Ik ga nog even werken. Over 1,5 uur moet ik met de bus mee naar Jasper's kantoor. En vanaf daar gaan we dan rijden naar Die Man. Ik heb er wel zin in. Het voelt echt als een hoofdstuk of een project afgerond. I like it. We zitten in de auto op weg naar de notaris. En daar gaat het allemaal gebeuren vandaag. Dan is ons huis niet meer ons huis. En geven we het over aan de nieuwe bewoners. Super spannend. Ook super spannend. Oh nee, oké. Okay. Het is niet spannend, maar nou, ik vind het toch wel weer de mijlpaal. Ja, maar niet super spannend. Nee, oké. Okay. Volgende week dinsdag, dan wordt het super spannend. Ja, dan hebben we weer een bezichtiging. Nee, Ajax ah, ben ik. Oh! Godzijdje. ja. We zijn een beetje bang dat we dingen vergeten zijn, want we hebben een hele tas en een map om aan nieuwe bewoners mee te geven. En u vraagt ons af of er niet nog andere dingen zijn die erin hadden gemoeten. Maar ik geloof van niet. Of in ieder geval niet dingen die te verkoop die blocking zijn. Dus dat, nee, het kan wel gewoon doorgaan. Exciting! Bij de notaris gezeten en nu is ons huis verkocht. It's not ours anymore. Hadden we nog even afscheid moeten nemen eigenlijk? Ja, we hadden nog even een dikke keutel moeten achterlaten. Ongelooflijk. Vind je het leuk om zo op een vlog te komen? Ik knip je dat eruit? Nee. Dit is mijn nieuwe vlogstrategie. Minder knippen, meer echte content. Puur rauw. Dus geen gekke dingen meer doen. Hij houdt wijselijk zijn mond. Nee, het was een leuk stel en ze gaan het verhuren voor hun pensioen. Nou, goed geregeld. Heb je echt een lekker pensioen wel. Ik zou het wel leuk vinden als ze eigenlijk een linkje naar ons sturen als het ergens te huur staat op een site. Dat we nog even kunnen zien hoe ze. Want zij gaan dus wel een vloer erin leggen en het stukken. Dat we daarna even kunnen zien hoe het is, Jas. Wil jij dat ook? Ja, maakt me niet zo uit. Nee, oké, het maakt me ook niet te fijn. Maar ik zou het wel. Ik ben dan toch nieuwsgierig wat ze van ons huisje hebben gemaakt. Nou, nu gaan we weer naar huis en dan ga ik thuis nog even werken. En vanavond weer naar de Helse Bootcamp. Oh no! Jongens. Oh. Het is weer even later en zoals jullie kunnen zien heb ik net gesport. De tweede les bootcamp. En hij was beter te doen dan de vorige les.
En ik hoop dus ook dat de spierpijn minder wordt, want die was echt afgrijzelijk. Maar ik voel al wel mijn armen een beetje trillen. Dus ik vrees dat ik toch wel een klein beetje, ja, dat ik het wel ga voelen. Maar goed, dat is natuurlijk alleen maar gezond. Nu lekker douchen en dan ga ik meteen mijn pyjama aandoen en lekker chillen. Goedemorgen allemaal, het is alweer vrijdag. En ik ga vandaag naar kantoor. En daarna is het gewoon weekend. Super fijn. Ik begin de dag met een live online cursus over Instagram. Daar heb ik super veel zin in. En voor de rest van de dag heb ik een paar overlegjes. Maar ik weet nog niet zo heel goed wat er allemaal gaat gebeuren. So I'm excited. En vanavond gaan we gezellig eten bij vrienden thuis. En ik zie... I got a little pimple. Hij is nog net niet uitknijprijp. Dus ik hoop, dat gaat zich waarschijnlijk escaleren vandaag. Maar ik heb foundation en zo bij me. Dus hopelijk blijft het binnen de perken. We hebben weekend! En nu ik thuis ben, jullie zagen dat mijn band lek was. Dus ik denk dat ik die ga fixen. Want we wilden vanavond gaan we bij vrienden eten in, ook in Utrecht, maar wel een stukje fietsen. Dus, en het is super lekker weer. Dus als ik hem gefixt krijg, dan gaan we natuurlijk lekker fietsen. Jasper denkt dat het onbegonnen werk is. But we shall see. Ik denk het niet alleen. Het is zo. Hoezo? Mijn hormonen gaan pompen. Je voelt de lucht aan alle kanten eruit stromen. Volgens mij is het maar één gaatje. 10 centimeter lang. Oké, we gaan het zien. Jongens, het gaatje is gevonden. En volgens mij is dat het enige, dus dat valt reuze mee. Jasper was weer eens totaal in de pessimiste stand. Dus plakken geblazen. En dan, zo is mijn pijs wel heel goed zichtbaar. Plakken en dan ben ik gewoon klaar. Easy peasy, lemon squeezy. De band is geplakt en ik ben nu aan het wachten een kwartiertje in de hoop dat die straks gewoon opgeblazen blijft. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik heb afgelopen week eindelijk een goede verjaardagskalender gevonden. Have a look! Er zat zelfs confetti in de doos. Mintgroen! Lief. Hij is van Little Small. En hij is lekker met pastelkleurtjes en cheesy quotes, maar niet te cheesy. Ja, oké, deze is wel heel cheesy. Maar toch, ik vond hem net op het randje dat het wel leuk was. Leuk, hè? Dus ik heb echt een super lange to-do-list voor dit weekend. Tenminste, ik heb het nog niet opgeschreven, maar er is wel heel veel wat ik wil doen. En dit is er één van om die even in te vullen en op te hangen. Tijd om te pompen en kijken of het is gelukt. Oeh. 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 Wow. Exciting. The moment of the truth. Wat ben jij, een mooie kat? Ja! Yeah.
Ik heb vieze handen hoor. Ja. Toch Jasper zult nodig voor het laatste stukje. Maar hij doet het gewoon weer. Dus we gaan nu meteen uitproberen of ik het ook echt goed heb geplakt. We moeten wel een half uur fietsen naar onze vriendjes en vriendinnetjes. 20 minuten? 20. Ja, 20 minuten. Maar ook nog terug. Oh, crappy, dan moet ik wel even mijn fietslampjes weer opzoeken. Oh. Wat nou? Het is altijd als we weggaan voor een momentje. Oh ja, mijn fietslampjes. Jeetje, sorry hoor. Dat ik verantwoordelijk wil zijn. Hier, hij zit gewoon hierin. Hij is leeg. Niet. 3, 2, 1. Wow. Zie jij, is niet leeg. Sorry. Oké. Okay. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje kerel! Fiets weer hoor, mensen. Het is gedronken, niet. Sarah, wil jij niet iets vertellen aan mijn kijkers? Wat wil ik vertellen? Wat denk je? Kijk, ik heb een hele leuke vertel het! Nu! Oh nee, hoeft niet hoor. Ik heb een baby. Oh, je hebt gemist, hè? In mijn duim. Sarah is zwanger. Mag het al wereldkundig zijn? Ik ben in. Oh god, daar zit het internet in. Ja. Daar. Zo leuk. Lindemans. Ik word tante. Je wordt geen tante. Nee. Verpest mijn droom nou niet. Oh, sorry. Echt? Je wordt tante. Oeh. Wordt vechten. Oh nee, er is nog maar een klein laagje wijn. Oh, echt. Precies zo. Een beetje de helft. Ja, flirt het vreemd. Nee, flirten niet. Nee? Nee. Ah. Vind je van wel? Nee. Wat heb ik verklapt? Wacht even. Zij lag ons altijd uit, dus wij proosten. Nee, dat is nee, dat heb ik niet verklapt. Ik zelf nog wel. Dat heb ik niet verklapt. Ik zei, je een grafweken aan. Ik doe het eigenlijk voor jou onder protest. Ja, een grafweken onder protest. Die doen zou altijd. Ons ook uit als ze onze stress over hebben, dan lacht ons ook uit. Ja, ja, maar ja ik heb het idee. Ze het even demonstreren. Ja. Oh, je zegt homo's. We moeten eigenlijk dat van mijn bruiloft. Ik heb chique bretels gekocht. Dat is eigenlijk beter dan die stress. Oh. En wij hebben bedacht. Wow, rustig. Rustig. Beter dan die stress bretels. Dat weet ik nog niet hoor. Die zijn elastisch. Ja, dat kan je wel. Dat was wel een geheimje. Ja, maar ik vind wel onze overgangs gewoon mooi. Jawel, je hebt het wel verteld. Hoe weet ik het dan? Wow, maar waarom is het gelijk? Commentaar op de stress-trui, op de stress-overhemd en op mijn Selenis-trui. Het is allemaal fucking mooi. Je bent het dat zwaar niet te lang. Oek, fucking. De stress, dat ging nou oké. Oh, wow, die stoel is raar. Sorry. Staat op de camera. Dan kan ik zo wat, waar zit de mic? En dan kan ik nog even. Weet ik niet waar die zit. Ja. Ja, dat was wel hard genoeg hoor. Ja, ik denk dat. Die staat er wel op. Jullie hebben het wel voor. Staat hij? Ja. Staat hij er wel op? Sorry. Maar wat zei je? Wat is er gebeurd? Oh! Ik weet niet hoe snel die ja, maar een busbouillon, zei je. Busbouillon, dat moet. Maar het is gewoon je harder gelachen dan ik. Ja, dat was grappig, maar ja. En die Sanne lacht ook echt hard. Ja, zo ja. Dat is die op berg, weet je wel. Nou, die lachen. Wow. Ik wil wel dat je lacht. Zoals jullie wellicht bij het vorige beeld zagen, was mijn band dus nog niet helemaal goed geplakt. Maar hij heeft wel de hele terugrit volgehouden, gelukkig. Ik hoefde niet te wandelen. Dus morgen nog maar een nieuwe plakpoging doen. Maar nu eerst slapen. Goedemorgen allemaal. Ik film even zo, want als ik hem lager doe, komt de pimpel in beeld. Jasper is net vertrokken naar Brussel voor een weekendje weg met vrienden. Die gaan daar naar een concert. Dus dat is super leuk. En dat betekent dat ik een weekendje alleen thuis ben. En ik heb heel veel dingen die ik wil doen.
Dus op zich komt het wel goed uit dat ik daar nu even lekker ongegeneerd de tijd voor kan nemen. Ik ben mijn lijstje al aan het opschrijven in mijn to-do-lijst van... hoe heet het ook weer? Van mijn Papertime werkplanner. En... oh ja, bandplakken is er natuurlijk ook een van. Die moet ik er nog bij zetten. Meh. Ik heb weer een heel hoofdstuk afgemaakt van mijn huiswerk. En nu zit ik klaar voor het webinar van de Confetti Collective van Raisa en Elsa. De titel van het webinar is... ontwikkel een verdienmodel dat jou meer vrijheid geeft in je bedrijf. Klinkt heel interessant. Ik heb natuurlijk überhaupt nog niet echt een verdienmodel. Wel ideeën, maar niet echt een model. Dus ik ben heel benieuwd. En in het mailtje stond, it could be life changing. Toen dacht ik, dat spreekt mij aan. Oké. Maar, het is begonnen! Als je een webinar al vaak van ons hebt gevolgd, dan weet je dat misschien. We vinden het heel erg leuk om direct toppertjes! Woehoe! Ja, we hebben dan ook een werk voor jullie gemaakt. Het webinar is net af en het was echt mega interessant. En ik heb heel veel ideeën voor Life Junkie en voor mezelf opgedaan. Dus mijn handen beginnen helemaal te kriebelen om daar iets mee te doen. Maar eerst is het tijd om te douchen. Het heeft uiteindelijk 1,5 uur geduurd. Dus het is nu al 12 uur. En dat was het waard. Maar nu wel tijd om even mezelf op te frissen. Zodat jullie ook weer tegen een lekker fris hoofd aan kunnen kijken. Zoals jullie zien is het een heel stuk later inmiddels. En ik ging natuurlijk douchen. Dat was het laatste dat ik ging filmen. En daarna had ik super veel zin om aan de slag te gaan. Maar... klapte ik vervolgens totaal dicht. En heb ik eigenlijk alleen maar de hele dag Friends gekeken. En op YouTube rondgehangen. Dus daar baal ik een beetje van. En nog steeds krijg ik niet echt iets uit mijn handen. Maar heb ik wel zin om onze verjaardagskalender in te vullen. Dus dat is denk ik het enige wat ik nog ga doen vandaag. Ja, kijk gezellig mee. Wie weet zie je jouw verjaardag nog langskomen. Dat ik deze nu koop is dat ik laatst een dag te laat was met het feliciteren van mijn schoonzusje. Sorry Asmiek. Dus toen dacht ik, oh, ik heb echt een ding nodig dat het gewoon in mijn face hangt. Dat ik elke dag even kan checken dat het een soort van routine wordt. Want op Facebook kijk ik eigenlijk al nooit meer. Dus daar kan ik niet eraan herinnerd worden. Dus dan maar op de wc, want daar kom je als het goed is elke dag. Anders ben je verstopt. Goedemorgen. Ik zit weer op dezelfde plek als gisteren. Lekker variërend. Maar ja. Het is dit weekend gewoon even niet anders. Ik zit gewoon lekker te werken. Ik heb heerlijk geslapen. En daarna ben ik meteen in bed begonnen met wat dingen weer afvinken van mijn lange to-do-lijst. En ik denk dat het probleem van gisteren was dat ik een te lange to-do-list had. Dus nu heb ik hem heel kort gemaakt. En de rest van de dingen die me te binnen schieten heb ik dan even op een andere lijst gezet. Maar dan word ik daar niet de hele tijd door afgeleid of overdonderd. En nu ben ik bezig met... ik heb al een paar dingen gedaan. Ik heb een nieuwe dienst gepubliceerd. Je kunt mij vanaf nu ook inhuren voor... hashtag advies op maat. Instagram hashtag advies. Superleuk. En nu ga ik de Purpose Planner reviewen. Daar heb ik echt veel zin in. Oh, en mijn hoofd stroomt echt over met allemaal dingen die ik als product kan aanbieden. Super tof. Ik weet echt niet waar die inspiratie ineens vandaan komt. Maar ik heb dus een soort documentje aangemaakt, genaamd mijn productportfolio. En
daar, nou, die lijst is echt al super lang aan het worden. En het idee is dan denk ik om gewoon elke keer één product aan te pakken en die uit te werken en live aan te bieden. Het zijn allemaal producten, nou nee, niet allemaal, maar sommige van die producten zijn zeg maar producten waar ik van tevoren niks voor hoef te doen. Als in, het is een dienst, dus pas als het wordt aangeschaft hoef ik aan de slag. Dus daardoor zijn ze best wel snel te ontwikkelen en snel online te zetten. Ik ben helemaal geïnspireerd op de een of andere manier. En nu laat ik me graag inspireren door dit boek. Ik neem jullie wel even mee in wat er allemaal in staat. Want volgens mij is het is niet alleen een planner, maar hij heeft het ook de hele tijd over de methode van de Purpose Planner. Zo. Ik heb een lekker theetje erbij. Want het is best wel koud, maar ja, het voordeel en het nadeel van een klein huis is, je zet de verwarming aan en het is binnen no time snikheet. En 's ochtends vind ik die kou ook wel lekker op zich. Maar strakjes zit ik waarschijnlijk weer te lang stil en dan krijg ik het wel echt koud. Alright, de Purpose Planner. Ja, dit is dus gemaakt door Glenn, daar heb ik contact mee gehad. Die komt toevallig ook uit Utrecht. Yes. En ja, die heeft mij gevraagd of ik hem wil reviewen. Of nee, ik heb trouwens zelf gevraagd of ik hem mocht reviewen. Stoer, hè, van mij. Dat is echt zo'n dingetje van uit je comfortzone gaan. Dat je zelf om gratis producten gaat vragen. Maar als je het krijgt, denk altijd maar van ja, als je gewoon kunt aantonen dat jouw doelgroep heel relevant is voor de doelgroep van het product, voor de, zeg maar, de maker, dus dat het dezelfde doelgroep is, dan is het volgens mij gewoon logisch om dat wel te vragen. Wij zijn ervan overtuigd dat het product van de, dat het gebruik van de Purpose bijdraagt aan een meer gebalanceerd, gelukkig en succesvol leven. Kijk, geluk en succes, dat zijn ook de kernwaarden van Life Junkie. We geloven in ons product en de positieve impact ervan. We hebben ons uiterste best gedaan om een planner te maken die je helpt jouw droom te realiseren en je verder brengt dan ooit daarvoor. Dat is onze overtuiging. Klinkt goed, klinkt goed. Oké, het begint dus met een werkboek. Er zitten van die mooie quotes in, die ga ik opschrijven, want dan ga ik ze weer op de Instagram van Life Junkie gebruiken. Deze quote luidt: lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24-hour days. Mooie. Ik schrijf hem op. Ik vind altijd, je hebt twee soorten quotes. Je hebt zeg maar quotes als in Xenos quotes. En je hebt gewoon echt goede, mooie quotes. Die niet zo cheesy zijn. Ik denk dat cheesy... hoe cheesier, hoe verschrikkelijker ik het vind. Terug naar de Purpose Planner. In 9 stappen begeleidt de Purpose je van een droom naar een overzichtelijke planning van jouw doel. Quite interesting. Oké, eerst moet je een map maken. Visualiseer je droom als in een map, een mindmap. Om je droom na te kunnen jagen moet het eerst duidelijk zijn waar je van droomt. We gebruiken een mindmap voor het in kaart brengen van jouw dromen. Leuk. Dus dit is eerst het werkboek. Dus als ik het zo zie... ja, precies. Dus eerst ga je bepalen wat jouw droom is. Oh, dat heeft echt wel veel overeenkomsten met mijn coachingstraject. Dan maak je daar een plan van. Dan een pad. En wat is het pad dan? Oh, dat zijn zeg maar de stappen die je moet uitvoeren om je droom te verwezenlijken. Dan een deadline. En dan maak je daar een heel concrete planning van. Dus eerst een maand, dan een week, dan een dagplanning. Nou, sounds legitimate. Oh, er staan dan ook plantips. Helemaal leuk. Oh, weer een mooie quote. Successful people are not gifted. They just work hard, then succeed on purpose. Die is ook leuk. En hier begint dan de agenda. En in die agenda hebben ze dan ook ruimte gemaakt voor die weekdoelen die je hier in het werkboek hebt opgeschreven. Helemaal enig. Misschien moet ik dit doen terwijl ik er iets fancy uitzie, maar that's life. Ik zit gewoon nog lekker in mijn pyjama. Het is zondag.
zo'n map maken. Hier werk je dat uit in doelen. Hier werk je dat weer uit in een plan. En hier begin je dan echt met het maken van de planning, letterlijk. En hier dan week, dag. En dan is dit hoe de agenda eruit ziet. Minimalistisch. Ruimte voor afspraken. Hieronder ruimte voor notities en to-do's. En dat is waar ik gebleven was. Heel mooi. Ik vind de buitenkant trouwens ook wel erg leuk. Het is volgens mij van linnen. Mooie rolls. Mooi rolls. Is niet lelijk. Oké. Let's do some writing. De tekst van mijn review is af. En nu is het tijd om wat foto's te maken. All done met de foto's. Dus nu zet ik ze in het artikel, dan zet ik het artikel klaar en daarna ga ik douchen. Ik doe echt een verschrikkelijke ontdekking. Ik ben trouwens aangekleed inmiddels en gedoucht. Wij hebben een tijdje last gehad van muizen hier in de keuken. En oh, ik heb hier zo geen zin in. Ik ben het oude papier aan het verzamelen, want dat wilde ik even... Krijg ik een paniek? Nee, niet paniek. Want dat wilde ik weg gaan gooien. Zeg maar gewoon naar de oude papierbak brengen. En kijk hoe een van de tijdschriften uit die bak eraan toe is. Kijk, dit zijn toch gewoon... Je weet wel. Dit is niet toeval, toch? Dit is toch gewoon van een beest? Oh, wacht. Ik zit helemaal niet... Kijk, dit... ik ga aan Jasper vragen. Hopelijk weet hij hoe dat er komt. Misschien heeft hij het ergens... Straks zit hij nog in die tas. Nu wil ik echt dat Jasper terugkomt. Dit soort dingen gebeuren altijd als ik alleen thuis ben. Ik wil gewoon echt niet... We hadden toen dus een paar jaar geleden hadden we muizen. En toen kwamen we er uiteindelijk achter het gat waar ze dan doorheen kwamen. En dat hebben we toen helemaal dicht gepeurd met peurschuim en staalwol. Want dat is schijnbaar... Peurschuim kunnen ze zich doorheen eten. Dus daarom moet je er ook staalwol in het gat doen. Dus, en sindsdien hebben we eigenlijk al heel lang geen last meer gehad. Maar dit... Lijkt toch echt verdacht veel op iets wat een beestje heeft aangericht. Ik haat het zo erg. Maar goed, misschien stel ik me wel aan. Want de vorige keer dat we ze hadden, toen hoorden we ze ook bezig in die la. En nu heb ik echt niks gehoord. Nou, ik ga denk niet meer aan die tas komen. Ik doe dat wel eventjes later. Maar dan ga ik... Het is super lekker weer. Ook even de positieve dingen delen. Het is super lekker weer, dus ik wilde eigenlijk nog eventjes naar het park gaan. Even lekker de zon in. Want kijk, in 3, 2, 1. It's shining. En dan wilde ik boodschapjes gaan doen. En ik wilde nog eventjes mijn outfitje laten zien. Want ik heb een keer iets leuks aan. Gisteren heb ik de hele dag in pyjama gelopen. Alleen dan had ik de bovenkant aangekleed, zeg maar. Outfit situation. Dus die wil ik even meenemen naar het park. En dan kan mijn camera opladen, want die is nog steeds op. En dit laat ik gewoon eventjes voor wat het is. Want ik wil nu niet meer aanzitten. En dan hopelijk komt Jasper zo terug en heeft hij een heel logische verklaring voor dat gekke gat in dat tijdschrift. Pardon. Oké. Ik ga dus nu gewoon lekker weg. Lekker naar het park. Wandelen. Eventjes bewegen. En naar de zon.
En ik neem alvast mijn portemonnee en een tas mee, want dan kan ik meteen door boodschapjes doen. Ik wil vanavond een lekkere pompoensoep maken. En voor de rest van de week heb ik ook wat gezonde receptjes. En ja, dat eigenlijk. Dus ik ga nu naar buiten. En dan, ik ga nu naar buiten. Change of plans. Ik begreep dat Jasper over 10 minuten al hier is. Dus ik ga gewoon weer even terug naar huis. En dan wacht ik eventjes op hem. Het is wel zo gezellig. Misschien wil hij wel mee. Waarschijnlijk niet. Hij zal wel moe zijn. Maar dat maakt niet uit. Kijk wie er weer is! It's me. En gelukkig zegt Jasper dat dat ene gekke ding op de tijdschrift dat er al zat. Dus geen muizen. Thank God! Jasper, wil jij nou zo nog mee naar het park? Of ben je daar te moe voor? Nee, dan was ik hoor. Yes! We zijn lekker in het park. En het is zo mooi om de herfstkleurtjes te zien. Wat een mooie kleurtjes. Jij bent ook mooi. Ja. We zijn lekker buiten geweest en precies op het goede moment, want nu is het helemaal bewolkt en wij hadden echt nog lekker zonnetje. En dit leek me ook best wel een goed moment om de vlog af te sluiten, want volgens mij heb ik heel veel gevlogd. Dus wij gaan nog genieten van de rest van onze zondag. Jasper zit al in de zondagstand. En tot de volgende keer. Doei! Thank you.